Als je niet start, dan weet je zeker dat het die dag niet gaat worden. En ja, je hoopt altijd dat de dag gaat meevallen, hè? Maar natuurlijk in het vooruitzicht wist je wat het ging brengen vandaag. En hoop je tegen beter weten dat het iets beter ging, maar dat was niet zo. Ja, dan kijk je misschien naar die rit van morgen waar ja, het weer vlak is, maar daar kan je van tevoren ook eigenlijk al niks meer doen, toch? Nee, het is, mijn rug doet echt veel pijn en dan heb ik ook gewoon niks aan een vlakke dag. Hè? Dan kan ik ook gewoon niet sprinten. En, ik rijd niet de Tour om het per se uit te rijden. Ik moet wel een doel hebben om ook te kunnen winnen. En ja, ik heb gewoon echt te veel pijn en dat gaat gewoon niet meer. Hartstikke trots toch? Twee ritten gewonnen. Hij is geslaagd. Ja, dat zei ik ook al. Ik heb twee ritten gewonnen. Ik moet me ook vooral vasthouden aan het geweldige gevoel dat ik twee ritten heb gewonnen. Dat is al heel speciaal en daar moet ik me ook gewoon aan vasthouden. Dylan, hoe groot is de teleurstelling dat je de Tour nu niet afmaakt? Ja, niet zozeer dat ik de Tour niet afmaak. Hè, maar vooral de goede benen is gewoon zonde dat je dan, dat je dan zo valt. En eigenlijk ook zo uit de Tour valt. Maar ik hou me vooral vast aan het goede gevoel dat ik twee ritten win. Op welk moment dacht je van, goh ja, die tijdslimiet wordt wel heel erg lastig? Ja, je weet dat de tijdslimiet vandaag heel krap was. En ja, als je dan al vrij snel gelost bent met een groep en ook iedereen besluit om niet verder te gaan, dan kan je nog alleen verder fietsen, maar dat is ook tegen beter weten. De tijdslimiet is tijdens de rit wel iets opgerekt. Heb je daar nog iets van meegekregen? Ja, iets van 2%, maar dat is nog niet een wereld van verschil, denk ik. Dat had voor jou geen verschil gemaakt? Nee, precies. Dan kan je nog doorfietsen, maar daar houdt het toch gewoon op. Dankjewel. Dylan, heb je nog kort tijd voor?